Strijders, welkom bij een nieuwe video met wat bijzonders. Ik doe nooit SBC's, zelden, nooit is niet helemaal waar. Ik heb Konasara als SBC gedaan, ik heb Zlatan als SBC gedaan. Er is eigenlijk best wel wat in onze ploeg wat aan SBC's is gedaan. Lucas had ik natuurlijk ook, maar die heb ik al heel lang niet meer gebruikt. En die is vandaag ingelept, kan ik jullie vertellen. Mijn SBC-koning Damien heeft het een en ander voor mij gedaan. We hadden natuurlijk Royce, die headliner. Die vond ik echt vet, serieus. Ik vond hem echt goed. Viel ook echt lekker in. Maar zoals je niet in beeld ziet, want ik neem dit niet op. Zoals je hier nu in beeld ziet, is Royce Platte. Ik dacht, ja, weet je wat, ach Tom, hallo. Laten we eens een keer wat leuks gaan proberen. Laten we eens een keertje risico gaan nemen. Laten we eens een keertje van het leven genieten. Laten we eens een keertje gewoon iets fantastisch gaan pakken. En dat zie je nu in de titel. Ik weet het zelf nog niet. Nee, ik heb geen idee. We hebben natuurlijk Pelé, we hebben Ballack. Pelé is echt gewoon een baby icon. Dat is toch fantastisch. Zo mooi aan hem. 2 miljoen voor betaald. Wat ik aan Damien heb gevraagd, ik heb Royce verkocht. En ik zei, jongen, alsjeblieft, ga van mij 2 van die icons SBC, standaard icon SBC's invullen. En dat heeft hij gedaan. Dat is waar we nu zijn. En als het troep is, ja, als het 2 dramatische icons zijn, dan kan ik er vast wel wat mee. Laat mij even weten wat ik er dan mee moet doen. Het kan best wel eens een hele korte video gaan worden. Maar ik wilde toch. Het voelde een beetje vervelend. Het voelde een beetje slecht. Om met exact hetzelfde team als vorige week te gaan spelen. Ik zit er sowieso ook aan te denken. Ja, ik ben nu een beetje ongestructureerd aan het praten. Maar daar zijn we een klein beetje van me gewend. Maar ik ben aan te denken. Ik zit er aan te denken. Om geen 4-4 mee te spelen. Ik heb goed gesproken met. Dikke shout-out naar dat team. Team Gullit. Jongens die ook Dani Visser bijvoorbeeld begeleiden bij de divisie. Julian van den Berg. Nog meer jongens. Ze hebben met mij gesproken. Ik spreek ze sowieso wel vaker. Goede gasten zijn het sowieso. En ik heb veel respect voor wat ze doen en hoe ze het allemaal aanpakken. En zij zeiden eigenlijk tegen mij van Koen, laten we eens een keertje naar jouw spel gaan kijken. En kijken wat er allemaal fout gaat. En dat was nogal wat. Ze hadden op basis van 1 wedstrijd, mijn eerste nederlaag van vorig weekend. Ik stond 16-0. Ik werd 16-1. Op basis van die wedstrijd was al 12 A4'tjes helemaal volstaan met nuttige dingen die beter konden aan mijn spel. Je ziet dat ik gewoon heel veel goed doe, uiteraard. Ja, uiteraard. Ik haal 27, 28 in principe. Dus gaat er heel veel goed. Maar er gaat ook heel veel fout. En ja, 4-2-4 is sowieso niet een formatie waar je de topwedstrijden mee gaat beslissen. Dat gaat misschien wel eens gebeuren, maar niet aan de lopende band. Of je moet echt precies weten wat je doet. Maar waarschijnlijk ga ik gewoon 4-3-1 spelen. In elk geval ben ik over al deze spelers zeer te spreken. Behalve misschien toch dat hier een iets sterker gespeeld moet. Oh ja, dit is ook zoiets. Ik heb het van meerdere mensen gehoord. En ik denk, ja, dat is eigenlijk briljant. Militair Militao kan gewoon als CDM gaan spelen. Kijk, hij heeft alles. Hij bezit alles. Hij heeft de agressie. Hij heeft de power. Hij heeft het uithoudingsvermogen. Hij heeft het fysiek. En hij heeft bijvoorbeeld ook de passing om dat te kunnen. Schieten kan hij niet, dus dan moet hij wel echt achterblijven. En dan wordt Ballack juist meer je voetballende CDM. Maar het is wel echt een fenomeen. En iemand die daar echt als sloper, als houthakker, eerste klas zou kunnen gaan spelen. Maar dan moet hier dus weer iemand komen op de plek van Frenkie. Die dan centraal zou kunnen gaan spelen. Zodat je deze 2 in-game kunt gaan switchen. Nou, dat zijn allemaal dingetjes voor de toekomst. Dat is toekomstmuziek, zoals we dat noemen in de volksmond. En ook in mijn mond. Ja, ik ben hyped. Dat is het gewoon. Daarom praat ik zo snel. Daarom heb ik er zoveel zin in. Het wordt een korte video, denk ik. Ja, dit wordt denk ik een korte video. We gaan gewoon die 2 pakketten openen. Dan zien we het wel. Dan gaan we kijken wat we met die moeten gaan doen. En of we nog iets kunnen gaan sleutelen. Of we die 2 base icons als het troep zijn. Toch ergens anders kunnen gaan invullen. Dit is wat we gaan doen. Ik klik. Oh, er is gewoon al geklikt. Er is geklikt. Het is een base icon. Het kan letterlijk elk icontje van de game zijn. Ik doe nooit SBC's. Ik wil het jullie ook niet aanraden. Maar er is wit licht. Er is een icon. Hij is. Ja, sowieso. Campbell zou het dan wel zijn. Of is het die. Ja, het is Campbell. Is. Dit is 84 pace, 85. No. Ja, dit is denk ik niet eens echt de slechtste die we hadden kunnen pakken. Campbell, laten we eens eventjes gaan bekijken. Eigenschapsgegevens. Dit is dus baby Campbell. 73 uithoudingsvermogen. Maakt voor centerverdedigers niet zo heel veel uit. Zijn sliding is 87. Dekking, kopbal, allemaal prima. 91 power gewoon. Goede agressie, goede jumping. Hij is retensnel. Heeft iemand deze kaart gebruikt? Dat wil ik weten. Dit kan oprecht nog wel iemand zijn die ik ga gebruiken. Dus ik ben er niet ontevreden over. Waar zijn we echt mega tevreden mee? Natuurlijk met baby Del Piero, met baby Pelé, Cruyff, R9, Ronaldinho, wellicht Eusebio uiteraard. En misschien nog een paar. We gaan het meemaken. Ik ga nog 1 keer klikken. Nog één zo'n pakket. Het kost ongeveer 3,5 ton per stuk. Is het weggegooid geld? Is dat het niet? We zullen het nooit weten. Is dat het wel? Is dat het niet? We hebben weer geklikt. Er komt weer wit licht. Het is weer een icoon. En het is een Italiaan. Oh, dan is het waarschijnlijk Nesta Maldini. Het is Cannavaro zelfs. Ja, dit is wel echt heel slecht. 87 meter. Deze ga je gewoon 2 centerbacks. 90 verdedigen heeft hij wel, hè? Maar deze is zo klein. Daar ga je de oorlog niet mee winnen. Daar ga je de oorlog niet mee winnen. Kijk, die statistieken zijn wel echt gestoord. 90 tackles, 90 sliding tackle. Hij is prima snel.
1,76. Nee, dit ga ik echt never nooit gebruiken. Laat me weten wat ik ermee moet doen. Ik weet niet hoe ik deze video verder ga afmaken. Misschien dat er straks nog een ander stukje komt. Nou, dat weet ik nu wel. Ik weet wat erbij komt. Ik dacht letterlijk van, laat ik even wat drafts gaan doen om aan goede pakketten te komen voor die Prime Icon Moments die eraan komen. En ja, dat ben ik eigenlijk gewoon gaan doen. Ik dacht, laat ik gewoon lekker wat drafts gaan doen. En ik kreeg, je zag het heel snel in beeld, echt een heel ziek team met Prime Icon Moment Georgie Best en Prime Baggio. En die gebruikte ik op 10 en Best in de spits. Griezmann vanaf rechts. En vanaf de linkerkant weet ik het zelfs al eventjes niet meer. Maar het was echt een gouden aanval. En die Best en Baggio die lagen mij echt heel goed. Best is niet volledig tweebenig en heeft 4-sterren skill. Maar hij is echt heel erg lijp in die kleine ruimte. Zijn dribbelstatistieken zijn denk ik beter dan van wie dan ook in deze game. Correct me if I'm wrong, misschien Neymar, Messi. Maar nee, die Best is echt schandalig. Eerste twee potten van deze draft miste je. Dat komt doordat ik toen eigenlijk nog niet eens echt bezig was met van dit ga ik ook nog gebruiken voor de video. Alleen ik dacht ja, die Best, dat is eigenlijk wel heel erg leuk om te laten zien. Ik had het zelfs eigenlijk misschien wel een eenzame verletten met hem kunnen doen. Daar was hij echt wel goed genoeg voor geweest en leuk genoeg. Maar omdat ik ze allebei in die ploeg had, Baggio en Best, wilde ik ze gewoon allebei eventjes uit gaan proberen. Je ziet wat mooie goals. Ik geef amper commentaar bij die momenten, maar het is denk ik leuk om te zien. Dit is echt een aanval voor heel veel schijven. Ik heb dus met Team Gullit een beetje gesproken over wat er beter kan in mijn spel. En ik heb wel wat aandachtspuntjes. Dit is trouwens een hele lekkere beweging van Best. Tussen twee man door. Ik speelde tegen twee jongens zoals je ziet. En dat is, ja, dat is wel heel lekker om dan ze allebei met één beweging uit te spelen. En die Best heeft ook echt een heel goed hard schot. Hij snoeit alles erin. Dat zou ik eerder niet zeggen. Maar hij jankt alles echt snoeihard erin. En hier is Baggio met een heel belangrijk assistje. Dit is de finale van de draft. En Baggio en Best laten zich allebei goed zien in deze wedstrijd. Het zou toch lekker zijn als je zo'n type kunt krijgen uit je standaard Icon SBC. Maar dat geluk hebben we helaas niet mogen krijgen. Maar ik vond het wel heel leuk om een keertje mijn Best te spelen. Want hij zit al heel lang in FIFA. Ik kan me herinneren dat Gorilla vroeger al met George Best speelde toen Icons volgens mij zelfs alleen nog maar op de Xbox waren. Maar ja goed, nu heb ik hem een keertje gebruikt. Ik heb hem nooit in mijn team gehad. Ik weet dat Bassi hem bijvoorbeeld heeft. En ja goed, ik lul hier lekker door terwijl we gewoon naar de volgende draft gaan. Dat maakt eigenlijk allemaal niet meer uit. Maar nog een draft en weer krijg ik dus die George Best. Dat is wel heel leuk. En Messi. Messi, Griezmann Best en die Prime Icon Moment Del Piero. Echt ook weer een hele lijpe voorhoede. Gewoon heel leuk om te spelen. Ik had echt weer even plezier in het aanvallen. Het speelt op een of andere manier ook anders voor mijn gevoel dat die drafts. Ik weet niet wat het is. Voor mijn gevoel kan ik veel lekkerder combineren en dribbelen. Maar het kan een beetje aan mij liggen. Maar ik heb er heel erg van genoten. En die George Best, ja, denk ik van, ah goed. Laat ik hem gewoon lekker in deze video erbij gooien. Ik wilde natuurlijk die base Icon SBC's doen. Laat me vooral weten wat ik moet doen met Campbell en Cannavaro. Ik heb aan die Campbell zitten kijken. Misschien dat hij nog wel goed is ook. Oh, kijk, je denkt baby Icon. Maar hij heeft natuurlijk alsnog de lengte. Hij heeft die snelheid. En ook denk ik toch een beetje het postuur. Dat zie je ook met zo'n Vieira bijvoorbeeld. Die baby Vieira is ook gewoon eigenlijk net zo goed. Niet net zo goed, maar wel echt net zo aanwezig. Net zo sterk als die andere Vieira versies. Laat me dat vooral weten. En als jij het best hebt gebruikt, laat me ook weten. Dit was ook weer zo'n geweldig hartschot die er vol in jankt. God, zou ik graag met zulke spelers willen spelen. Dan zou ik toch een soort sponsor moeten vinden voor volgend jaar. Om gewoon meteen duizenden euro's in de game te janken. Maar dat is eigenlijk ook ergens niet leuk. Of ik moet gewoon echt elke week de 100 halen. Nou ja, allebei niet echt een heel reële optie op dit moment. Maar ja, we speelden wel weer lekker deze draftjes. Goede opwarmer voor het weekend. Jullie hadden me waarschijnlijk vanavond. Ik plaats dit op vrijdag. Jullie hadden me waarschijnlijk al wel verwacht vanavond. Het loopt iets anders. Ik ga denk ik heel veel op zaterdag streamen. Of de helft. De helft op zaterdag, de helft op zondag. Moet even kijken. In elk geval, wel weer heel veel zin om te spelen. Had ik eigenlijk na vorig weekend niet gedacht. We hadden natuurlijk vorig weekend die geweldige stream met 11.500 kijkers op de piek. Wat fantastisch was. We hadden echt superleuke streams en vrij goed geëindigd. Alleen was op een of andere manier best wel gedemotiveerd juist. Doordat je dan zo'n goed weekend hebt en je toch uiteindelijk maar weer met ja, geen top 100 achterblijft. Je moet zo lijp goed zijn en consistent, constant goed, consequent goed om top 100 te halen. Dat is zo zwaar. Dus ik vind het echt, ja, dat vind ik echt zwaar gewoon. Echt lastig. Ik vind het heel leuk om te spelen. Ik kan ook goed spelen. Maar man. Top 100 halen. Echt respect naar iedereen die het doet. En helemaal naar iedereen die het veel vaker doet. Massive respect natuurlijk naar alle top 100 talenten. Waar de volgende keer, wat zeg ik nou? Waar er morgen, zaterdag. Ja, zaterdag of zondag of maandag. Een van die dagen sowieso weer een video van online komt. Weer een hele goede speler en een leuke gozer. Dus ja, sowieso respect naar alle talenten. Als jij nou een keer de 100 hebt gehaald en je wil ook op mijn kanaal komen, laat het gewoon weten.
Tot nu toe heb ik geen enkele moeite gehad om iemand te vinden. Want de aanmeldingen zijn er elke week. Elke week krijg ik weer berichten op Instagram of onder YouTube videos van, je moet die uitnodigen. Ik had Focus ook wel graag hier willen hebben, maar die wilde niet in beeld. Dus dat zag hij niet zitten om zijn top 100 rewards hier te komen openen en te vertellen over wie hij is en wat zijn doelen zijn en zijn team en noem het allemaal maar op. Maar dat is wel een YouTuber die een shout-out verdient. Hij doet het goed, hij wordt veel bekeken. Hier zie ik nog even mijn pakketten. Spaanse walkout kan nooit zo heel veel zijn. Het was Iniesta ook, klikte volgens mij echt vol door. Maar die leverde toch nog wel 28k op, dus de drafts zijn er sowieso wel weer waard geweest. En toen kreeg ik ook nog deze, Piatek to watch. En ik heb hem gehouden. Hij is nu iets van 25k waard, maar ik weet toevallig dat die Piatek wel echt heel goed aan het spelen is de laatste week bij Milan. Dus wie weet. Kreeg ik ook nog Vázquez, Lucas Vázquez en nog iets dramatisch. Je zat ook een beetje te kijken als we Icon SBC's er waren, maar dat is allemaal niet zo heel gek veel meer, geloof ik. En dus ja, weet ik het niet zo heel goed wat ik met Campbell en Cannavaro moet. Laat me dat vooral weten. Ik hoop dus zo'n Prime Icon moment te packen natuurlijk, maar dan moet je eigenlijk gewoon weer echt heel veel geld erin pompen en al die speciale pakketten openen. Maar daar had ik dan ook weer niet zo heel veel zin in. Dus we doen het gewoon zo. Thanks voor het kijken. Ik zie jullie dit weekend bij de streams en alle andere video's. Thanks, adios, ciao.